Ik vind het heel belachelijk van de voorzitter van de VIP dat hij nu komt zeggen dat het een plan is van hun. Ja, dus toen zij aan de macht waren en wij hebben gevraagd om dat uit te voeren, ja, hebben ze geweigerd. En nu ze geen macht meer hebben, ze zijn in de oppositie, zeggen ze dat zij een landbouwhogeschool willen opzetten. Dus dat klopt helemaal niet. Precies zo is het ook met die brandstofheffing. Wij hebben in die vorige regering, dus toen zij aan de macht waren en het volk weet, de Nigerianen weten, de landbouwers weten, keer op keer de regering gevraagd, dag en nacht gepleit, dat die brandstofheffing afgeschaft moet worden, vooral voor die landbouwsector. Ze hebben dat niet gedaan, nooit gedaan, met veel moeite een paar keren vrijgesteld of gerestitueerd. En plotseling toen ze niet meer aan de macht zijn, zeggen ze het moet afgeschaft worden. Dus toen zij het moesten afschaffen, hebben ze juist ingevoerd. Dus dat vind ik zo belachelijk van de VIP. Dus als ik het even goed begrijp, als meneer Santokki praat dat het plan gekoopt zou zijn door het kabinet van de president, is dat alles bezijdens de waarheid. Mogen we daaruit concluderen dat u op enige manier in samenwerking met het kabinet van de president uw voorstel tot uitvoer hebt kunnen brengen? Nou, het is zo, dus ik heb gezegd dat het bekend is van deze regering dat wanneer er ontwikkeling is gekomen in het district Nkeri, dat het dan van deze regering is gekomen. Ik heb eerder opgenoemd het ziekenhuis, het middelbare school, de bruggen, de wegen, quarantaine, hiernaar, et cetera. En ik heb dus dan ook geloofd dat die landbouwhogeschool ook tijdens deze regering in Nigeria zal komen. En ik heb dus geloof, ik heb ook met contact met het kabinet van de president, ik heb contact met de heer Doekie en wij werken er naartoe en we zijn als het ware toch wel op schema. Kunnen we concreet stellen, ja of nee, dat meneer Santokki heeft gelogen? Dat is heel duidelijk dat hij heeft gelogen.